voor een stoere SUV ben je bij de Mitsubishi dealer al jaren aan het goede adres. We kennen natuurlijk de robuuste en machtige Pajero, maar jaren geleden hadden we ook de Pajero Pinin. De compacte ASX kwam een aantal jaar geleden op de markt, net als de Outlander. Maar daartussen was een gat ontstaan. En om dat gat op te vullen heeft Mitsubishi een historisch verantwoorde naam aangesproken. Dit is namelijk de Eclipse Cross. Eclipse Cross is in Nederland een auto die het opneemt tegen de Kia Niro en bijvoorbeeld de Volkswagen T-Roc. Het is niet zozeer een auto als een Hyundai Tucson, die is beduidend langer en groter. Het is ook geen Mazda CX-5. Het is een beetje een tussenmodelletje die zweeft tussen het wat grotere B-crossover segment en forsere C-crossover segment. Een sterk groeiende klasse waarin Mitsubishi niet mee kon komen met die ASX. Die was een beetje te basic, een beetje te oud, een beetje te gedateerd en niet verfijnd genoeg. Laten we eens beginnen met het design van de Eclipse Cross. Ik moet het Mitsubishi nageven, het is ze gelukt om een eigentijds en eigenzinnige auto neer te zetten. Het is duidelijk een Mitsubishi-teller. Duidelijk een compactere auto dan de Outlander, maar het is ook een auto met een heel moderne snoep bijvoorbeeld. Totdat je hem aan de achterkant bekijkt en denkt van, dat is eigenlijk best wel een apart kontje. Een beetje een hoge kont, misschien doet hij een beetje denken aan de Pontiac Aztek. Is niet altijd een compliment, maar het is vooral een apart ding om te zien schuin van achteren. Hij staat dan wel oog wat fors, het is een heel eigenzinnig design en dat is eigenlijk best wel welkom, want auto's beginnen natuurlijk steeds meer op elkaar te lijken en die Eclipse Cross die steekt er dan ook met kop en schouders bovenuit. Dat front met zijn vele chroomaccenten en bijvoorbeeld ook zo'n skidplate oogt ook gewoon echt goed. Er staat echt een hele leuke auto voor je neus, zeker ook in deze rode metallic kleur is het een auto die heel erg modern oogt. Dat front mag dan herkenbaar zijn als een mooie moderne Mitsubishi. Ik vind het wel jammer dat Mitsubishi niet gebruik heeft gemaakt van volledige LED-technologie. We hebben LED dakrijverlichting, we hebben mooie LED koplampen, bi-LED dus ook voor het groot licht. Maar dan zitten daaronder gewoon halogeen units voor de mistlampen en ook voor de knipperlichten. En dat vind ik toch wel een gemiste kans. Het interieur van de Eclipse Cross is een enorme stap vooruit voor Mitsubishi. Het is een heel degelijk in elkaar stekend geheel met mooie materialen. Ook op de deurpanelen bijvoorbeeld heel zacht materiaal wat je echt in kan drukken. We hebben een soort van carbon look afwerking en hoogglans zwarte interieurpanelen. Daar heb ik wel meteen een puntje van kritiek te pakken, want dat hoogglans zwart is erg besmettelijk en ontzettend krasgevoelig. Ik ben echt met een doekje bezig geweest om het allemaal weer een beetje mooi op te poetsen na een week. Maar ik zie echt al diverse krasjes staan op deze testauto. En dan is het een testauto, er wordt niet heel erg zuinig mee omgesprongen. Maar kom op, dat mag wel wat verzorgender. De zitpositie in de Eclipse Cross is best wel hoog te noemen. Maar niet helemaal op de bok. Je zit wel echt hoog, geeft een ontzettend uitgerust gevoel op den duur. Je zit ook op hele forse stoelen, goede zijdelingse steun en opvallend lange zittingen. Zijn elektrisch verstelbaar in dit geval, zonder geheugen. Dus dan ben ik eigenlijk al meteen het voordeel van een elektrische stoelverstelling kwijt. Maar ik zit wel echt heel erg lekker. Een brede middenarmsteun die ook nog eens hoog is. Goede aflegruimte in de deurpanelen en een ontzettend goed overzicht rondom de auto. Met uitzondering van de C/D-stijl, want daarin kunnen complete volkstammen verdwijnen. Wat ik ook heel mooi vind is het dubbele panoramadak, waarvan het voorste gedeelte elektrisch valt te openen en ook valt te kantelen. En je kan het achterste gedeelte kan je ook apart blinderen, dus dat is ook best wel handig als je daar passagiers hebt zitten die niet met hun toet in de zon willen. Vergelijk ik het interieur van de Eclipse Cross met dat van bijvoorbeeld de Kia Niro, dan moet ik wel zeggen dat de Niro een wat meer geheel is. Dat ziet allemaal net wat beter in elkaar
En ja, daar zink je wat meer in weg. Dat is voor de actieve berijder een auto die je aantrekt als het ware. Sterk punt van de Eclipse Cross is de ruimte op de achterbank. Daar moet je wel echt behoorlijk lang zijn, wil je daar niet goed plaats kunnen nemen. Er is bijzonder veel beenruimte, er is genoeg hoofdruimte. En met comfort als achterbankverwarming en een neerklapbare middenarmsteun houd je daar ook wel op de langere ritten goed uit. Maar het heeft een nadeel, want de kofferruimte ja, gaat dan een beetje ten koste van die beenruimte achterin. Nu heeft Mitsubishi dat opgelost door een verschuifbare achterbank te monteren. 60-40 en dat geldt ook voor het verschuifbare gedeelte. Schuif jij de achterbank helemaal naar voren, dan wordt het echt wel een stuk krapper. Dan heb je het over een Ford Fiesta qua beenruimte. Maar dan krijg je wel 100 liter meer bagageruimte. Schuif je die achterbank naar achter, dan ontstaat er een inhoud van 350 liter. Schuif je hem helemaal naar voren, 450. En om dan weer een vergelijk te maken met die hybride Niro, die levert dan 470 liter bagageruimte zonder dat die achterbank verschuifbaar is. En oh ja, zien jullie die streep door de achteruit? Ja, dat is, gaat dus ook ten koste van het overzicht naar achteren. Wel een handig detail, de koplampen van de auto achter je worden 's avonds een beetje gedimd door die streep. Maar sommige mensen zullen hier echt wel even aan moeten wennen. En dan het multimedia systeem. Ik zeg met nadruk multimedia systeem, want Mitsubishi heeft besloten de auto niet leverbaar te maken met affabriek navigatie. En ergens is dat best wel een gemiste kans, want je bent nu continu verplicht tot het koppelen van je smartphone, Android Auto, Apple CarPlay. Dan beschik je wel over up-to-date kaarten, maar op een of andere manier, deze auto kost 44.000 euro, dan is het gemis van affabriek navigatie best wel een beetje schraal. De bediening is verder prima, maar ook niet een nieuwe maatstaf. We hebben een touchscreen en we hebben hier een soort van touchpad. Maar dat touchpad voegt eigenlijk niet veel toe. Het enige wat ik leuk vond is dat ik door het swipen met twee vingers het volume harder en zachter kon zetten. En dat is dan eigenlijk ook altijd wat je zal moeten doen. Want je hebt dan een touchbediening voor de volume op het scherm. En dan heb je ook nog natuurlijk je stuurwielbediening. Het is niet dat je even snel aan een draaiknop kan draaien en... Zeg ik heel eerlijk, ik vind dat soms wel het prettigste. Neem jij de meest complete in-style uitvoering, dan krijg je ook een audiosysteem van Rockfor Fosgate. Een ontzettend krachtig systeem met 710 watt vermogen. Maar ook een systeem waar je meestal, ja, laten we het zeggen, de kinderen heel erg blij mee zal maken. Want het is vooral een systeem dat heel erg berust op zijn subwoofer. En het bij wijze van spreken bij elke muziektoon je nieren eruit blaast. En dan het rijden met de Eclipse Cross. De Eclipse Cross komt slechts met één motor. Een 163 pk sterke, 250 Nm leverende 1.5 turbomotor. Gloednieuwe motor, fantastisch blok. Daar kan ik niks negatiefs over verzinnen. Het is een ontzettend krachtige motor die heel erg gretig aan het gas hangt. Mooie vermogensopbouw heeft. 250 Nm, maar 800 toeren per minuut is echt keurig voor een single turbo motor met 1,5 liter inhoud. Voor 2000 euro meer monteert Mitsubishi daarnaast een CVT-automaat met 8 fake versnellingen. Nou, die combinatie motorbak subliem. Wel moet ik eerlijk zeggen, ik heb liever 1 of 2 versnellingen minder, want als je nu vol gas geeft, dan krijg je op het einde... Dan heb ik toch liever iets dat hij wat verder terugvalt of gewoon een complete CVT. Ik vind een CVT de fijnste automaat die er is. Heel erg mooi, rustig, geen rare verslikkingen van versnellingen of zo. En daarnaast ja, is het altijd een hele efficiënte aandrijflijn, zo'n CVT. Optioneel kan je ook kiezen voor vierwielaandrijving en dat is een heel mooi systeem. Mitsubishi's Super All-Wheel Control met Active Torque Vectoring. Hij kan dus het vermogen links en rechts verdelen tussen de wielen en op die manier een ontzettend goede wegligging creëren. En dat voel je dan ook. Dit is by far een van de betere 4WD-systemen waar je als bestuurder iets aan hebt op droog wegdek. Normaliter heb je dat eigenlijk alleen maar met een Subaru die permanent vierwiel aangedreven is. Of een Audi Quattro bijvoorbeeld, waar je ook continu de aandrijfkrachten verdeelt over alle vier de wielen. Mitsubishi's Super All-Wheel Control doet dat ook. En als je dan ook een bocht induikt en je geeft wat gas, dan voel je hem echt grip pakken. Dan voel je hem van achter mooi er doorheen duwen, wat je ontzettend veel stabiliteit en veiligheid geeft.
Ben je dan ook een stevige doorrijder en hou jij ervan om lekker een potje te sturen? Neem dan die Super All-Wheel Control vierwielaandrijving. Maar houd er wel rekening mee dat dat minimaal 12.000 euro extra kost. Omdat je vastzit aan de automatische transmissie en omdat je vastzit aan een duurder uitrustingsniveau. Over het rijgedrag heb ik wel her en der wat commentaar. Maar laat ik even beginnen met het positieve. De Eclipse Cross is echt een hele fijne, comfortabele auto op de langere rechte stukken. Het is dan een auto die ook nog eens heel stil is. Mooi oneffenheden goed weet te verwerken. De carrosserie blijft rustig, blijft mooi vlak. Maar in combinatie met de 18-inch wielen die je eigenlijk vrijwel standaard krijgt vanaf het tweede uitrustingsniveau, is het ook een auto die met korte oneffenheden soms geen raad weet. Je ziet het misschien ook een beetje aan het beeld, dat kan af en toe net even iets te hard trillen. En het is gewoon puur omdat de auto er niet goed mee om kan gaan. En dat is ook iets wat je merkt aan de aandrijving. Ik heb de afgelopen testweek meerdere malen bij het op- en afrijden van bijvoorbeeld van die korte drempeltjes gehad dat het stabiliteitssysteem ingreep. Dat ik zag dat het ESP-systeem ging knipperen, ja, dat controlelampje van de tractiecontrole, omdat hij dacht dat er iets ging gebeuren en dat hij dat moest corrigeren. Ook bemerkte ik dat als ik de automaat, de hele aandrijflijn in eco had staan, ik ga je zo meteen vertellen waarom ik hem in eco had staan, dat als ik dan een bocht nam met slecht wegdek en ik ging bijvoorbeeld met links of rechts achter over een boomwortel of over een klinker die net even wat hoger ligt dan al die andere klinkers, dan schoot hij in één keer naar de 3.500-4.000 toeren. Omdat hij dan tractie verliest op één van die wielen, dus wil hij dat gaan compenseren met vermogen, door vermogen te sturen naar een ander wiel, torque factoring. En daar moet hij dus ja, vermogen naartoe sturen door in één keer dat vermogen omhoog te gooien, door het toerental te verhogen. Ja, en dat maakt het dan weer niet echt rustig in dat geval. En om dan meteen maar terug te komen op het motorische en waarom ik hem dus continu in de eco-stand heb gereden. Dit is echt ja, qua testauto's een van de schadelijkste auto's die ik de laatste tijd heb gereden. Ik heb een testverbruik van 1 op 10,5. En dat vind ik echt niet netjes. Waarom dat aan ligt, durf ik eerlijk gezegd ook niet te zeggen. Want de automaat is ontzettend zuinig. Zit mooi laag in de toeren. Je voelt dat de auto vrij weinig weerstand heeft. Oké, hij weegt wel bijna 1500 kilo. Dus dat is wel vrij zwaar. Maar goed, dat zijn eigenlijk al zijn concurrenten ook in deze klasse met 4-wielaandrijving. Maar ja, ik weet niet wat het is. Misschien moet de auto wat meer ingereden worden. Dat hij uiteindelijk wel iets zuiniger wordt. Maar ook op de langere stukken op de snelweg. Dan doet hij gewoon 1 op 11,5, 1 op 12 met moeite. In de stad had ik op een gegeven moment gewoon 1 op 7,5, 1 op 8. Ja, en dat kan echt niet hoor. Ik ken auto's met meer cilinders, meer vermogen en meer luxe. Die ook zo'n verbruik laten zien. Erg handig aan de Eclipse Cross is de 360 graden achteruitrijcamera. Mooi en strak beeld en het helpt echt bij het inparkeren van de auto. Ook is het fijn dat hij met de lijntjes laat zien wat mijn stuuruitslag gaat zijn en wat ik eventueel kan raken als ik niet oplet. En dan nog even een paar opvallende feitjes van de Eclipse Cross. Een aantal pluspunten, want net als nu staat de aandrijflijn in eco. En als hij in eco staat, dan maakt hij eigenlijk in alle omstandigheden gebruik van die 250 Nm trekkracht die vrijkomt bij 1800 toeren per minuut. Ik hoop dat jullie mijn dashboard goed kunnen zien. Want net als nu, dan geef ik lekker wat gas. Dan regelt hij hem af rond die 1800 à 1900 toeren per minuut. En die auto maakt hele mooie stappen vooruit. Dat werkt ontzettend relaxed en dit is gewoon een CVT-automaat in optima forma. Comfortabeler en verfijnder wordt het haast niet. Een ander goed werkend stukje techniek is de grootlichtassistent van de Eclipse Cross. Die schakel je in met een knopje hier op de richtingaanwijzerhendel. En die werkt zo goed dat ik mij er geen moment aan heb kunnen storen. Nu gooit hij hem aan, hij ziet direct een auto, pat, en hij gooit hem weer uit. Doet hij echt ontzettend goed. En wat ik fijn vind, net als die lantaarntjes die je hier nou rechts ziet, de lantaarnpaal hier voor mij, daar laat hij zich niet door afleiden. Ook niet door reflectie van bijvoorbeeld een verkeersbord. Wat bij sommige auto's, bij sommige systemen, er wel eens voor kan zorgen dat het systeem dan denkt dat er een auto tegemoet komt.
Hij laat hem nu ook, hij laat hem gewoon lekker aanstaan. Ik heb dan echt een optimaal lichtbeeld. Sterk punt van de Eclipse Cross is daarnaast het trekvermogen. Standaard mag hij al 1600 kilo trekken. En dat is heel fors hoor, dat is echt heel erg fors. Hier kan je dus echt wel een flinke caravan achterhangen. En ik kan me best voorstellen dat je dan in combinatie met die vierwielaandrijving en die comfortabele automaat en veiligheidssystemen, comfortverhogende veiligheidssystemen ook nog eens, als een adaptieve cruise control, echt wel het mannetje bent hoor, richting Zuid-Frankrijk. Op het gebied van veiligheid doet Mitsubishi niet karig. Zo is de Eclipse Cross standaard uitgerust met een autonoom remsysteem dat ook stopt voor voetgangers. En zien we daarnaast ook een rijstrookwaarschuwing. Hij grijpt niet in, maar hij waarschuwt je op het moment dat je de rijstrookbelijning overschrijdt. Deze instel is daarnaast voorzien van een adaptieve cruise control met een stop-and-go functie. Rear cross traffic alert, dus als ik achteruitrijdend een parkeervak verlaat, dan detecteert hij kruisend verkeer aan de achterkant. En dat is echt wel heel erg fijn hoor. Wel moet ik zeggen dat hij al vrij laat waarschuwt. Dus ik heb dan bij wijze van spreken al auto aan zien komen en dan is het van piep piep piep. En geeft hij niet aan vanaf welke kant die auto passeert. Dus het is dan gewoon een knipperend lichtje rechts, een knipperend lichtje links, maar niet van welke zijde of naar welke kant ik moet kijken. Ook moet ik zeggen dat het een nogal nerveuze auto is met al die veiligheidssystemen. Zo heb ik het niet eerder meegemaakt dat een auto gaat waarschuwen op het moment dat ik op een provinciale weg rijd. En ik ga een viaduct onderdoor, hè, de weg gaat naar beneden, ik duik naar beneden en ik kom weer omhoog. Dat hij denkt dat ik tegen dat viaduct aan ga rijden. Vond ik heel erg opvallend. Ook is ook de rijstrookwaarschuwing nogal nerveus, dus die heb ik uitgezet. En heb ik echt meerdere malen een waarschuwing gehad dat ik denk, oké, dit kan gewoon niet. Een voetganger die ik bijvoorbeeld passeer, dan denkt hij net even dat ik toch achter die voetganger zit. En dan denk ik, jongens, dat is een kwestie van echt een paar goede techneuten erop zetten en het systeem laten fine-tunen. Vergelijk ik de Eclipse Cross nogmaals met de Niro qua rijden, dan vind ik de Niro veel minder comfortabel, maar is de Niro wel comfortabel op het moment dat het wegdek slechter wordt. Er zit al meer rust en verfijning in dat onderstel en dat mist dan bij die Eclipse Cross. Ga ik wel kijken welke auto neem ik mee op vakantie, dan wordt dat beslist deze Mitsubishi. Het is echt een weldadig comfortabele auto op dat moment met een goede rechtuitstabiliteit. En echt een auto die je dan ook moet overwegen als jij op zoek bent naar een fijne reisauto. Die Eclipse Cross is dan ook een welkome aanvulling in het rijtje met crossovers. Een druk rijtje, maar echt een onderscheidende auto die Mitsubishi heeft neergezet. Het is een eigenzinnig ding, het is geen suf-ogende auto. Je laat best wel zien dat je lef hebt qua design. Hij rijdt goed, het interieur is mooi, hij is ruim. Kofferbak, ja, is ook ruim als je die achterbank dan naar voren schuift, maar dat moet je dan wel eventjes bespreken met je passagiers. Maar het is gewoon een heel fijn totaalpakket. Denk daarbij aan keiharde feiten als die sterke 1.5 turbomotor en het ontzettend hoge trekgewicht van 1600 kilo. En dit kan zomaar eens een auto zijn die aan jouw specifieke eisen voldoet. De Eclipse Cross is leverbaar vanaf een kleine 30.000 euro. Dan krijg je al best wel een hoop spulletjes hoor. Climate control, cruise control, 16 inch lichtmetalen velgen, een autonoom remsysteem. Het zit er dan allemaal al op. Deze versie kost je 44 euro, maar dan heb je ook vierwielaandrijving, een automatische transmissie met mooie schakelflippers, keyless entry, climate control, achteruitrijkamer met een 360 graden functie. Alles zit er dan op en aan. Vond je deze video interessant? Vond je hem leuk? Zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg ons dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter en abonneer je bovendien op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie je graag in de volgende video. Doei!